De organisatie voor gemeenschapswerk NACS is opgericht op 4 mei 1947. In de beginjaren was de organisatie een ontspanningsvereniging, maar door de enorme groei, zowel in ledental als activiteiten, vond er een uitbreiding plaats naar gemeenschapswerk. Vanaf 1967 heeft NACS een eigen centrum aan de Thomsenstraat nummer 8, midden in een woonbuurt. Vanaf 4 mei 2017 is op het NACS-terrein ook het EuvriNACS documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur gevestigd. Aard- en bestaansrecht. Vanaf haar oprichting heeft NACS de ontwikkeling van de artistieke en culturele tradities van Afro-Surinamers bevorderd. Belangrijke pijlers voor deze ontwikkeling waren het versterken van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en het nationaal bewustzijn en het verbeteren van hun sociaal-economische positie in en rondom de hoofdstad Paramaribo. Van een kleine vereniging is NACS uitgegroeid tot het Afro-Surinaams Cultureel Centrum van Suriname voor kunst, cultuur, wetenschap en gemeenschapswelzijn. Zij is de grootste organisatie voor vormgeving en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed van een belangrijk deel van de Surinaamse cultuur en is nationaal en internationaal bekend om haar prestaties en activiteiten. NACS werkt samen met alle andere organisaties op dit gebied, ook die van andere culturen, met de overheid en organisaties in het buitenland. Vele Afro-Surinaamse organisaties die nu bestaan, zijn direct of indirect voortgekomen en of gestimuleerd door NACS. NACS bestaat uit een hoofdbestuur, een raad van advies en diverse besturen van afdelingen. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en commissies. Werkgroepen zijn soms voorlopers van afdelingen en soms adviesgroepen voor bestuur of afdelingen. In Nederland is de stichting NACS Nederland actief. De stichting richt zich op het ontwikkelen en versterken van netwerken in Nederland, Europa en op het gebied van de Afro-Surinaamse cultuur in Nederland. De grote oprichter van NACS is Eugène Drenthe. In die periode zag hij een probleem in het veld. En het probleem was dat kinderen verwaarloosd rondliepen, ongeorganiseerd waren. En hij dacht, laten we een organisatie opzetten om de buurtjongeren te organiseren. Hij dacht in eerste instantie alleen aan jongens. Later zijn er meisjes bijgekomen. Maar sport was eigenlijk een activiteit die bindend werkte. Dus zo is NACS begonnen. Moeilijke weeromstandigheden. Eugène Drenthe was veelzijdig op het gebied van de toneelkunst en maakte naam als schrijver van toneelstukken, regisseur, dramaturg, toneelspeler en voordrachtskunstenaar. Op 4 mei 1947 richtte hij NACS op. Hij was jarenlang bestuurslid van de organisatie en voorzitter van 1964 tot en met 1976. Binnen NACS heeft hij veel aandacht besteed aan het buurtwerk voor jongeren uit de buurt Frimangrong, Gemenelandsweg en Bronsplein, waarbij sport en theater prioriteit genoten. In 1959 bracht hij zijn eerste toneelstuk Rudy, het voetbaljongetje, op de planken. In zijn NACS-periode schreef Drenthe 15 toneelstukken die met veel succes werden opgevoerd. De onderwerpen in zijn toneelstukken bracht hij altijd met een vleugje humor. Hij was leraar expressievakken op de Algemene Middelbare School en het Surinaams Pedagogisch Instituut.
Drenthe heeft grote verdiensten gehad voor NAX en was medeoprichter van de Volkshogeschool NAX te Lelydorp. NAX benoemde hem tot haar erevoorzitter. In Nederland heeft hij met succes zijn theateractiviteiten voortgezet en 4 gedichtenbundels uitgebracht. In het jaar 2005 kreeg hij van de stad Rotterdam de Erasmusspeld. NAX is opgericht als de organisatie Na Arbeid Komt Sport. Sport werd namelijk gezien als een bindende factor voor jongeren. En dat is goed gelukt, zegt Siegmien Staphorst, de huidige voorzitter van NAX. Want na zeer korte tijd was NAX helemaal vol met jongeren die aan sport deden. Het was voetbal, het was dammen en later korfbal, dat was meer voor de vrouwen. En in die periode van Eugène Drenthe is zelfs een groot dammer, wereldkampioen dammer, Babassi, naar Suriname gekomen om hier wedstrijden te, ja, eigenlijk te winnen. Laten we zeggen spelen. Ja, ja. Maar het feit dat hij Suriname interessant vond, kwam ook door NAX, doordat NAX en Eugène Drenthe het heeft kunnen propageren van kom naar Suriname en help eigenlijk de jeugd ondersteunen. En zo is NAX een hele poos doorgegaan met eigenlijk ook veel kampioenschappen op het gebied van dammen, korfbal en voetballen ook. En langzamerhand veranderde eigenlijk, zag je ook de verbreding van eigenlijk de activiteiten van NAX. Want toen kwam de volkshogeschoolgedachte. En toen heeft Eugène Drenthe samen met Henk Soutendijk en James Ramlal de Volkshogeschool NAX opgericht. En de Volkshogeschool NAX had meer betrekking op vormingswerk. Het betekende, we vangen jongeren op, we doen een heleboel met jongeren in sport en later kwamen culturele activiteiten erbij, maar dat is onvoldoende. Je moet de jongeren ook laten nadenken over het land, over de verschillende aspecten van maatschappelijke ontwikkeling. En dat kan je doen door volkshogeschoolwerk. Dus bedoeld eigenlijk om ze te vertillen van een organisatie naar eigenlijk kijken naar de natie, naar de, eigenlijk het land. En zo is de volkshogeschool NAX opgericht en het was een groot succes. Want er gingen allerlei groepen, culturele organisaties, verpleegkundigen, onderwijzers, buurtorganisaties, die hebben elkaar daar ontmoet in een samenspraak van laten we kijken van welke richting de ontwikkeling van Suriname en met name de culturele ontwikkeling naartoe moet gaan. En zo zag je langzamerhand die verbreding. Later kwam er een verdieping, want toen werd Elfriede Baren Dijksteel voorzitter en zij heeft gezorgd voor een verdieping voor wat betreft de Afro-Surinaamse cultuur, want ze was ook een grote kenner van de cultuur en die elementen heeft zij dan helemaal geïntegreerd in dat wat NAX al deed. Cultuuricoon, eerste vrouwelijke voorzitter van NAX, Elfriede Josephine Marie Baren Dijksteel. Icoon van de Afro-Surinaamse cultuur, was schrijfster van theaterstukken, organisator van kotoshows en regisseur. Na haar overlijden bleek dat ze ook jarenlang in het geheim gedichten had geschreven. Ze vervulde bestuursfuncties in verschillende maatschappelijke organisaties en beleidsfuncties bij de Surinaamse overheid. Tijdens haar 30-jarige dienstbetrekking als leerkracht aan de Christus Koning Mulo School heeft ze er systematisch naar gestreefd dat haar pupillen hun kansen aangrepen die een toekomstige carrière veilig stelden en bood zij hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot modelburgers. Elfriede Baren Dijksteel werd op 22-jarige leeftijd lid van de organisatie voor gemeenschapswerk NAX en bleef gedurende de rest van haar leven een actief lid. Van 1995 tot aan haar overlijden in 2010 was ze voorzitter van deze organisatie. In NAX
stelde ze kennisoverdracht aan jongeren centraal. Elfriede Barendijksteel richtte zich op het uitdragen, ontwikkelen en versterken van de Afro-Surinaamse cultuur, maar deed dit heel duidelijk in samenwerking met de andere culturen in Suriname. Ze werd gedecoreerd tot ridder in de orde van de Palm en officier in de ereorde van de Gele Ster. Van sportorganisatie groeide NACS onder leiding van Elfriede Barend tot een Afro-Surinaamse organisatie die zich ook bezighield met Afro-Surinaamse zang, dans, theater, jongeren- en vrouwenafdelingen. Met name hielden de vrouwen zich bezig met kleding en sieraden. Het waren met name de jongeren die echt tot bloei kwamen in de periode van Barend. En dat is tot heden het geval. De jongeren zijn heel actief en dat is wat NACS naar streeft. We profiteren er binnen NACS nog steeds van, omdat je nu ziet wat eigenlijk gezaaid is onder de jongeren. En nu zijn het eigenlijk de jongeren die eigenlijk inhoud en richting geven aan de verschillende afdelingen en verder creëren. Want dat is de bedoeling. Ze hebben het geleerd van de ouderen. Ze hebben het zich eigen gemaakt. En nu zie je nieuwe creaties van de jongeren. En dat is eigenlijk de groei die je wenst binnen een organisatie. Nou, en na Elfriede Barendijksteel kwam er natuurlijk een nieuw bestuur toen ze overleed. En toen heb ik de scepter overgenomen. En in die periode, deze periode, bouwen we voort op dat van Eugène Drenthe, op dat van Elfriede Barendijksteel. En leggen wij veel nadruk op de aspecten van cultureel erfgoed. Het betekent dat we ook meer onderzoek doen en vastleggen van de cultuur door middel van een documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur dat we hebben opgezet en eigenlijk heel actief is in het digitaliseren van alles wat wij vinden en het ook uitdragen. Want mensen komen hier en halen de informatie over al de aspecten van cultureel erfgoed en ook over het slavernijverleden. En een ander aspect dat er is bijgekomen is het eren van de helden. Die wij hebben voortgebracht, dus zogenaamde iconen. Dat is een groot project geworden. En we zijn nu ook bezig met de aanpak van het cultureel ondernemerschap. Om daar veel meer invulling aan te geven. Want we hebben veel Afro-Surinamers die de cultuur heel goed beheersen. Maar het aspect van ondernemerschap is onvoldoende ontwikkeld. NACS startte in 2017 met het Iconenkalenderproject. De eerste stoomfoto's die geportretteerd werden waren naast oprichter Eugène Drenthe en voorlaatste voorzitter Elfriede Barend, Harold Braam, Aminata Cairo, Louise Wondel, Frits van Troon, Johan Sibida, Johannes Polane, Wanda Dens, Fransje Gomes, Jack Pinas en Johanna Schouten Elsenhout. De eerste kalender kwam uit in het jaar 2018. Waarom zijn we begonnen met dit project? We hadden geconstateerd dat we ook, wij Afro-Surinamers, want daar is het mee begonnen, ook een achterstand hadden opgelopen in de erkenning van vooraanstaande Surinamers, mannen en vrouwen, Afro-Surinamers in de kuststreek en ook in het binnenland, die grote bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname op cultureel gebied, sociaal gebied, economisch, politiek gebied enzovoort. En die kregen die erkenning niet. Wat je hoorde in de wandelgangen is, er zijn geen voorbeeldfiguren. Afro-Surinamers, ze hebben gewoon die mensen niet naar wie ze kunnen opkijken. En wij hebben geconstateerd vanuit NACS dat dat niet klopte. Er zijn enorm veel Afro-Surinamers die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. Alleen is het niet bekend bij de Surinaamse samenleving. Dus zo is het project ontstaan. En toen zijn we gekomen met het NACS-iconenkalenderproject.
we hadden de keus om jaarlijks één Afro-Surinamer naar voren te brengen en te eren. Maar dat, dan zou het te veel jaren in beslag nemen. Dus hebben we gezegd, we gaan een kalender maken waardoor we 12 per jaar kunnen presenteren. En zo zijn we begonnen. En ik kan u zeggen, we hebben een hele lange lijst van iconen. We hebben nu 72 eigenlijk al uitgebracht. En van elk van deze iconen hebben we een stuk op de iconenkalender. We hebben een kleine video van elk van de iconen. En dit is informatie die we ook gedigitaliseerd hebben. Dus het is toegankelijk voor alle Surinamers, maar ook buitenlanders. Zodat men de iconen leert kennen. En we zijn ook actief in het verspreiden van deze informatie. We zijn nu bezig met de 12 voor 2024. Ja, daar komen er dus 12 bij. Dus dat betekent dat we straks 84 hebben. Maar wat we in de loop van de ontwikkeling van deze kalender ook hebben gedaan is, we hebben de eerste 5 kalenders volledig gewijd aan Afro-Surinaamse iconen. Vanaf de 6e editie, dat is vorige keer, hebben we ook andere etnische, dus iconen uit andere etnische groepen naar voren gehaald. Eigenlijk ook in het iconenproject verdisconteerd. En dat houden we aan en we hebben gezien dat dat goed uitpakt, goed ontvangen wordt door de samenleving. Dus het is iets wat we voortzetten. Pionier onderzoekster van de Afro-Surinaamse dans, Aminata Cairo, afijn Sandra Cynthia Cairo, doctor in de antropologie, is de eerste in de Surinaamse historie die op zoek ging naar Afro-Surinaamse identiteitsbeleving in de Afro-Surinaamse dans. Dit gebeurde middels wetenschappelijk onderzoek in aanvulling op haar in 2007 verschenen proefschrift Hebisani, Mental Well-being among the Working Class Afro-Surinamese in Paramaribo, Suriname. Hoewel Suriname bekend staat als een land waar diverse etnische groepen in harmonie met elkaar samenleven, kan het uitermate ingewikkeld zijn om ruimte te creëren voor de eigen identiteit. In haar dansonderzoek gaat Cairo in op diverse Afro-Surinaamse, in het bijzonder de Criollo dansvormen, die zij tussen 2003 en 2005 in Suriname ontdekte, en hoe de dansuiting de dynamiek en complexiteit van de identiteitsbeleving van Afro-Surinamers weergeeft. Naast de academische aspecten besteedt zij aandacht aan de praktische betekenis van haar bevindingen voor de Afro-Surinamers. Bij haar onderzoek heeft ze jongeren ingezet, zodat deze tijdens het onderzoek opgedane kennis en prikkel tot ontdekking van de zelfidentiteit kunnen overdragen aan andere jongeren. Uit haar eerste dansonderzoek is de jongerenafdeling Wanrutu van Nax ontstaan. Waar is Kraal? Hij is er niet. Hij is vanmorgen vroeg weggegaan. Oh ja, Sjerg. Ik zal alvast die dingen meenemen, ja? Pionier van radio en reclame in het Stranantongo. Luister toch een keertje naar mijn advies. Kerpelani service afdeling, daar moet je die kas laten gaan. Harold Stanley Braam was een veelzijdige omroeper, radiopionier en theaterguru. Hij was ook promotor van het Stranantongo. Zijn initiatief tot de oprichting van het reclamebureau La Jogo, dat Stranantongo reclameboodschappen maakte, was uniek voor Suriname. Hij was ook bekend als Stranantongo moppentapper en toneelspeler. Karakteristiek waren zijn uitzonderlijk gevoel voor humor en zijn vermogen om zijn publiek onbedaarlijk in lachen te doen uitbarsten.
Samen met Walter Huisden vormde hij een topkomisch duo. Als lid van NAX had Braam een unieke manier om theater met cabinemuziek te combineren. Hij was eigengereid en wist de Afro-Surinaamse cultuur op een waardige manier uit te dragen. Braam was gedurende korte tijd van 1959 tot 1960 voorzitter van NAX. In deze periode veranderde de naam van NAX na Arbeid Komt Sport in Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX. Voordat hij in NAX actief was, maakte hij deel uit van de nationalistische organisatie Wie Egisani. Hij was een groot komiek, maar kon gemakkelijk omschakelen naar nieuwsanalyses. Braam demonstreerde keer op keer een kenner te zijn van de volksaard en cultuur. Als je identiteit wil ontwikkelen bij een culturele groep of een bevolkingsgroep, dan is taal een van de belangrijkste onderdelen voor het vormen van identiteit. En ik kan u vertellen, ik heb 10 jaar lang gewerkt in het boven Suriname gebied. Daar wonen de Saramakaners. En zij zijn zo trots op hun eigen taal, het Saramakaans. En niemand kan het van ze weghalen. Het is hun identiteit. En dat is een heel erg belangrijk stukje van hun zijn, hun werkelijkheid. En net zo moet dus ook de Surinaamse taal die identiteit helpen ontwikkelen bij de Afro-Surinamers. Het is onze taal. We moeten ons erin verdiepen. Onderdeel van het koloniale beleid was dat we onze taal moesten verfoeien en wegzetten als iets onwaardigs. En wij als NAX en ook andere culturele organisaties hebben de taak om de taal te verheffen en op een hoger niveau te brengen. Het is toch dé taal die in Suriname wordt gesproken. We moeten er eigenlijk veel meer waarde aan hechten en het verder ontwikkelen. En dat heeft te maken met Surinamers moeten de taal kunnen spreken, goed kunnen spreken, goed kunnen schrijven, goed kunnen beheersen en een identiteit daar op basis daarvan ontwikkelen. En wij hebben bijvoorbeeld ook gepleit voor bij de overheid voor het opheffen van een oude taalresolutie van 1986, die eigenlijk niet meer tot de verbeelding van de Surinamers spreekt, om die taalresolutie eigenlijk te vervangen door een nieuwe resolutie waarbij we een nieuwe taalspelling hebben. De overheid heeft, we hebben een advies uitgebracht nadat alles goed bestudeerd is en we hebben het aangeboden aan het ministerie van Onderwijs. Het heeft lang geduurd, sinds april 2021 hebben we het ingediend en na 2 jaren zien we dat het ministerie zover is om over die nieuwe taalspelling en die nieuwe taalresolutie te praten. Dus in de maand juli hebben we samen met eigenlijk het ministerie van Onderwijs, de commissie Sranantongo Taalspelling van de overheid, een drietal webinars die we gaan houden om uit te leggen wat er gaat veranderen aan de taal. Dus wij vinden dat we als NAX toch een grote doorbraak hebben gemaakt op dit gebied van de taalspelling. Eerste Afro-Surinamer met eerste rang onderwijsbevoegdheid. Johannes Hendrik Nelson Polanen bezocht de Sint-Paulusschool, lagere school en daarna de Hendrikschool, een Mulo-school. Op de Hendrikschool, een school speciaal voor de elite van Suriname, was hij de eerste Afro-Surinaamse leerling. Na de Hendrikschool volgde hij de Normaalschool, een lerarenopleiding. Suriname kende toen 4 graden van onderwijsbevoegdheid, 4e rang, 3e rang, 2e rang en 1e rang. Er was veel discriminatie tegen Afro-Surinamers en Polanen heeft dat ondervonden toen hij na het behalen van zijn 4e, 3e en 2e rang ook zijn 1e rang wilde behalen. In 1910 legde hij voor de eerste keer het examen af voor de 1e rang. De examencommissie verklaarde zich na afloop echter onbevoegd om hem te beoordelen.
In 1911 deed Polane weer examen en werd afgewezen. In 1912 deed hij voor de derde keer het examen. Terwijl de examencommissie urenlang vergaderde over de uitslag, verzamelde een menigte Afro-Surinamers zich voor het examengebouw in de Gravenstraat. Het eerste gebied dat je noemt is economisch. Daar is de positie van Afro-Surinamers low. Op het gebied van ondernemerschap idem dito. Op het gebied van educatie, vooral van jonge mannen, zien we ook grote achterstanden. Op het gebied van huisvesting en landbouw zie je ook grote achterstanden. Op het gebied van gezinsvorming, gezinsversterking zie je ook achterstanden en zwakheden. En waar je ziet dat er dus veel meer Afro-Surinamers zijn, dat is in de gevangenissen. En dat is geen goed teken. Dus als je het kort samenvat, zijn er zoveel gebieden waar Afro-Surinamers achterstanden hebben ingelopen. Er zijn oorzaken aan te wijzen. Dat is nu niet aan de orde in zo'n kort vraaggesprek. Maar het is wel een feit. En dit zijn dan eigenlijk de zaken die aan de orde moeten komen als het gaat om herstelbetaling. Dat deze achterstanden worden ingelopen. Hoe, dat moeten we nog allemaal met elkaar uitwerken. Van hoe we dat gaan doen om die achterstanden in te lopen. Maar dat moet gebeuren en daar is geld voor nodig. Ja, en waar moet dat geld van komen? En waar moet het geld van komen? Van degene die eigenlijk de slavenhandel hebben geleid. En die het als eigenlijk beleid, regeringsbeleid, eigenlijk hadden gekenmerkt en zo hebben uitgevoerd. Daar gaat het eigenlijk om. In de eerste plaats hebben wij eigenlijk NACS in groter verband van het Nationaal Comité Slavernijverleden duidelijk aangegeven hoe wij staan tegenover het vraagstuk van excuses aanbieden, et cetera. En dat hebben we ook heel goed verwoord. De premier van Nederland, Rutte, heeft eigenlijk niet geluisterd. Hij heeft gewoon op een bepaald moment zijn excuses gelanceerd zoals hij het zag. Terwijl wij hadden aangegeven, eigenlijk moeten de excuses op plaats delict worden aangeboden. Je moet Suriname en de Surinamers kennen in wat je gaat zeggen, zodat wij voorbereid zijn en kijken of dat oké is, of wij wat kunnen bijvoegen. En wij vinden ook dat er herstelbetalingen moeten volgen na dat excuus. Hoe je dat wil verwoorden of bewoorden, maar wij vinden wel dat de Nederlandse staat behalve excuses ook veel meer verschuldigd is aan de nazaten van het slavernijverleden. En in CARICOM-verband, op het niveau van de regeringshoofden, is er al een heel traject uitgewerkt. Er is helemaal, eigenlijk bijna tot in de puntjes aangegeven hoe dat herstel eruit zou moeten zien. En wij als particuliere organisaties ondersteunen dat. We zien dat wij vinden dat we de CARICOM moeten volgen en dat de regering, die eigenlijk Surinaamse regering die ook onderdeel is van CARICOM, eigenlijk dat pad moet volgen en ervoor moet gaan pleiten dat die herstelbetalingen komen. We zien toch wel dat de regio toch wel agressiever is dan Suriname. Bijvoorbeeld op Barbados hebben we gezien dat toch wel een rechtszaak is aangespannen tegen de nazaten van een voormalige plantage-eigenaar. Zo ver gaan ze. Ja. Zit u daar ook wat in? Oh, jawel, ik denk dat er zijn verschillende onderdelen van de civil society. Die eigenlijk ervoor moeten pleiten dat er eigenlijk een schadeloosstelling komt.
toch, voor het leed dat onze voorouders is aangedaan. En je kan het structureren. En ik vind inderdaad dat het Caribisch gebied veel sterker is op dat gebied. En dat onze regering eigenlijk niet eens de informatie geeft aan ons. Laat staan er iets aan doet. Dus ik denk dat, dat wij ervoor moeten pleiten dat de Surinaamse overheid het hef in handen neemt. Net als onze overige CARICOM-leiders. En dat het daarvan moet komen, samen natuurlijk met de civil society. Vindt u dat Nederland onder druk gezet moet worden om nog wel overgaan tot herstelbetaling? Jazeker. We zien in andere landen, ik heb kort geleden een artikel gelezen van Canada, dat Canada een enorm bedrag heeft vrijgesteld voor herstelbetalingen. En dat is eigenlijk het pad dat gevolgd moet worden. En als je een situatie hebt in een land, zoals Suriname, waarbij je merkt dat de overheid eigenlijk een beetje achterloopt op de ontwikkelingen in de regio, dan is het je taak als civil society om de overheid zoveel mogelijk positief te beïnvloeden. Zodat zij ook het inzicht ontwikkelen om op hun beurt te onderhandelen met de regering. Want eigenlijk op dat niveau moet het plaatsvinden. Het is niet de civil society die gaat onderhandelen met de Nederlandse staat. Maar de Nationale Assemblee moet goed geïnformeerd zijn en beïnvloed worden. En de overheid. Fransje Gomes, Francis Johanna Margaretha Gomes, werd geboren als kind van arme ouders en begon al op 13-jarige leeftijd de kost te verdienen. Ze was een grootheid op de scratchy, een Afro-Surinaams slaginstrument, membranofoon. Niemand had kunnen bevroeden dat zij de eerste vrouw zou worden die de scratchy drum zou bespelen en nog wel op zo'n virtuose manier. Ze wist de scratchy zo te bespelen dat tijdens een Winti-prei de Winti zich altijd liet zien. Ze wist alle slagen van de verschillende Winti-nummers te bespelen, zoals deze bekend waren in Saramaka, Kommewijnen en Para. Deze manier om de scratchy te bespelen leerde zij van haar ouders, die uitstekende muzikanten waren. In haar tijd was het maken van muziek een mannenaangelegenheid, maar ze liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Gomes was een geëmancipeerde vrouw die ook mannenwerk kon doen. Ze bouwde bijvoorbeeld eigenhandig haar woning. Ze heeft samen opgetreden met alle grote muzikanten en muziekgroepen van haar tijd, zoals Lieve Hugo, Botai, Cosmo Stars en Kaseko Masters. Gomes werd in 1998 gedecoreerd tot ridder in de Ereorde van de Palm. In 2002 ontving ze de Biggie Missie Oorkonde en in 2003 de Kwaku Jagannath Lachman Award. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Jamaica en Trinidad, dan zie je dat de overheid heeft ontdekt dat je het tot je beleid moet maken, je nationale beleid. Bijvoorbeeld in Trinidad en Tobago, daar heb je de steelband. Op elke school is er een steelband, wordt er een steelband opgericht. Kinderen krijgen onderwijs in hoe ze een steelband moeten opzetten, hoe ze zo'n steelband moeten maken. Maar vooral ook hoe ze moeten competen met elkaar. Dus er is dan elk jaar een wedstrijd, zodat je excellence krijgt. En de overheid die stopt geld erin om dat te ontwikkelen. En ook om het te promoten naar het buitenland. Hetzelfde geldt voor de Trinidadiaanse, het carnaval van Trinidad. Is wereldwijd bekend. Mensen reizen er naartoe om deel uit te maken van het carnaval van Trinidad.
En dat is wat je moet doen. De overheid moet het onderdeel maken van het cultureel beleid, voldoende geld ervoor uittrekken en het zo uitdragen. In Jamaica hebben ze de reggae van Bob Marley omhelst. Vervolgens hebben ze het gemaakt tot nationaal beleid, dat je overal reggae-artiesten ondersteunt en begeleidt om businesses op te zetten en tot grotere hoogte te komen. En reggae is eigenlijk alles wat trekt en eigenlijk gepenetreerd is naar het buitenland. Als je kijkt naar de dancehall-artiesten, het is big business. En behalve dat het big business is buiten en voor de individuele artiesten, is het big business voor het land ook. En als we dus als onze overheid dat zo kunnen inzien en dat onderdeel maken van het nationale culturele beleid, dan komen wij al een heel stuk. Nu het niet zo is, moeten wij als organisaties buiten eigenlijk de overheid beïnvloeden om dat inzicht te ontwikkelen. En ik weet dat NACS al een tijdje aan de weg timmert om zulks te bereiken. Ja, wij timmeren aan de weg. En wij gaan nu, we zien dat het zich nog niet ontwikkelt, het inzicht nog niet echt ontwikkeld bij de overheid. Dus wat doen we? Wij gaan dus zelf een stukje van het cultureel ondernemerschap ontwikkelen in de hoop dat we goed kunnen aansluiten bij de overheid. Vermaard Kawina-zanger en muzikant. Als kind al had Johan Michel Sibida interesse voor Kawina-muziek. Als 12-jarige bespeelde hij de drums, terwijl hij zowel de voorzang als de pikkie deed bij een lied. Hij zei geïnspireerd te zijn door de zangstijl van de populaire Kawina-zanger Big Jones. Tussen 1970 en 1980 werd Sibida populair na het uitbrengen van zijn langspeelplaat Tantiri Anodong, die met steun van NACS werd gerealiseerd. Het veelbesproken nummer, Lena Fumaka Olo, stond nummer 1 op de Surinaamse hitlijst. Samen met NACS trad hij op in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Zijn grote bijdrage aan NACS was de overdracht van zijn kennis van Kawina en Winti-muziek aan jongeren. In 1980 trad hij in dienst van het ministerie van Cultuur, waar hij fungeerde als gids binnen de studieprojecten op het gebied van de Afro-Surinaamse cultuur. Daarnaast gaf hij Kawina-lessen aan jongeren in en rond Paramaribo. Sibida stond aan de wieg van de populaire muziekformatie Sukrusani. Hij organiseerde in het jaar 1983 een cursus Kawina en Winti drums en liep Winti Pre af om Winti muziek op een geluidsdrager vast te leggen. In de eerste plaats hebben wij eigenlijk NACS in groter verband van het Nationaal Comité Slavernijverleden duidelijk aangegeven hoe wij staan tegenover het vraagstuk van excuses aanbieden, et cetera. En dat hebben we ook heel goed verwoord. De premier van Nederland, Rutte, heeft eigenlijk niet geluisterd. Hij heeft gewoon op een bepaald moment zijn excuses gelanceerd zoals hij het zag. Terwijl wij hadden aangegeven, eigenlijk moeten de excuses op plaatsdelict worden aangeboden. Je moet Suriname en de Surinamers kennen in wat je gaat zeggen, zodat wij voorbereid zijn en kijken of dat oké is, of wij wat kunnen bijvoegen. En wij vinden ook dat er herstelbetalingen moeten volgen na dat excuus. Hoe je dat wil verwoorden of bewoorden, maar wij vinden wel dat de Nederlandse staat behalve excuses ook veel meer verschuldigd is aan de nazaten van het slavernijverleden. En in CARICOM-verband, op het niveau van regeringshoofden, is er al een heel traject uitgewerkt. Er is helemaal, eigenlijk bijna tot in de puntjes aangegeven
hoe dat herstel eruit zou moeten zien. En wij als particuliere organisaties ondersteunen dat. We zien dat, wij vinden dat we de CARICOM moeten volgen in, en dat de regering, die eigenlijk Surinaamse regering die ook onderdeel is van CARICOM, eigenlijk dat pad moet volgen en ervoor moet gaan pleiten dat die herstelde CARICOM. Mama